werk bij VPRO Radio, presenteer Radio 1 het programma Villa VPRO. En een vast onderdeel van dat programma is een boekenpanel wekelijks, dat heet Net Uit. En daarin bespreken wij alleen non-fiction boeken. En zo heb ik daar Lovers leren kennen, dus een vast lid van het panel. En daarom sta ik hier nu. Dat even weet ik niet. Ik weet niet waar ik hier ineens als een duveltje uit een doosje vandaan. Allemaal welkom hier dus in de Zuiderzaal. Ik ben net een boeiend debat kunnen volgen over het einde van het neoliberalisme. En dan kun je het in de nacht overal hier in alle zalen nog veel wijzer worden en debatten horen over alles wat met vrijheid en bevrijding en de vrije wil te maken heeft. Maar hier in de Zuiderzaal nu de hoogste tijd voor de bekendmaking van de winnaar van de Socrates Wisselbeker. Elk jaar wordt die beker uitgereikt aan de auteur van het beste, meest prikkelende Nederlandstalige filosofieboek van het afgelopen jaar, van 2009 dus. En het is elk jaar ook weer toch heel wonderlijk om te zien hoe felbegeerd die bokaal is, die Socratesbeker. Want je zou van de gemiddelde wijsgeer eigenlijk denken dat hij toch kan weten dat die beker van Socrates eigenlijk alleen maar gif en dood en ellende brengt. En helemaal geen lof en eeuwige roem. Maar nee, ook dit jaar weer 7 genomineerden. Het gaat om 5 boeken, maar 7 genomineerden die blijkbaar niet kunnen wachten om zo meteen hun lippen aan die rand van die beker te drukken. Maar ja, het is natuurlijk ook wel zo, het eeuwige roem, dat krijg je er wel door. Iedereen heeft het nog over Socrates, het is toch enige tijd geleden. Dus laten we ons daar vasthouden. De genomineerden zijn Mieke Boon en Peter Henk Steenhuis met het boek Filosofie van het Kijken, onderschrift Kunst in ander perspectief. Erno Eskens met Democratie voor Dieren, een theorie van rechtvaardigheid. Marley Huijer en Rijnland Mulder met Opnieuw Begin, Metamorfosen in het Bestaan. Luc van Middelaar met Passage naar Europa, Geschiedenis van een Begin. En Gerard Visser met Niets Cadeau, een filosofisch essay over de ziel. Over de boeken zometeen meer. De jury zit daar ook op een heel klein boekje weggepropt. De jury van vanavond die over de lot van de genomineerden moet beslissen. Voorzitter is Frans Jacobs, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Leonie Breemaert van Trouw. Florentijn van Rootselaar, hij is van de filosofie magazine, zou hier zitten, maar is elders in het gebouw om daar voor iemand anders die er helemaal niet is in te vallen, om een debat te leiden of een lezing te geven, dat is mij niet helemaal duidelijk. Maar is natuurlijk in gedachten bij ons en wij bij hem. En Anna Luiten van de Morgen. Anna, zou jij, of een van de andere juryleden die zich geroepen voelt, moet ik even naar je toe lopen, want je hebt geen microfoon, kort iets willen zeggen over de inzending van dit jaar, over dus de loonlijst? Het aantal inzendingen, daar beginnen we altijd mee. Dan kijken hoeveel boeken zitten in al die dozen en hoeveel boeken gaan we allemaal doorploeteren, doorlezen en ook nog eens nadrukkelijk en heel bedenkelijk analyseren. Dat waren dit jaar 70. En vanuit die 70 merk je wel een bepaalde tendens. Een tendens anders dan de andere dingen? Je merkt dat sommige dingen meer naar voren komen. Bijvoorbeeld, er zaten heel veel verzamelde columns in, uit tijdschriften, kranten. Heel opmerkelijk was ook, en ook wel fijn, een nieuw iets. Mensen die hun colleges op cd zetten, dus je kan in de auto dan rustig naar academische, filosofische colleges luisteren. En heel veel boeken waren er op dit jaar, of filosofische werken over wat is literatuur, wat is schrijven. Dus meer toegepast op een bepaald stuk van de cultuur. En de Socrates Wisselbeker, de felbegeerde bokaal, wat houdt die eigenlijk in? Is het alleen de beker, zonder inhoud mogen we hopen, of wat zit daar nog meer aan vast? Daar zit een geldprijs aan vast, een kleine geldprijs. En daar zit natuurlijk ook heel veel eer aan vast. Aan elk ding wat gevaarlijk is, ook al is het een gifbeker, zit heel veel eer vast. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Daar gaat het om, niet eer. Ik zal meteen, voordat ik kijk, niet mijn nek breek over alle snoeren, melden dat die Socrates Wisselbeker, daar gaan we, mogelijk gemaakt is door het Filosofie Magazine Trouw, de afdeling wijsbegeerte van de Universiteit van Amsterdam, De Morgen en het Festival van de Filosofie in Brussel. Dan hebben we dat ook gehad. Dan wilde ik, voordat we zo meteen naar de juryrapporten gaan luisteren, even heel kort met alle genomineerden spreken. Kan helaas maar kort.
kort over hun boek. Mieke Boon en Peter Henk Steenhuis, filosofie van het kijken, kunst in een ander perspectief. Dat is, we hoorden het net al, dat is eigenlijk ook een bundeling van 27 artikelen die al eerder in Trouw zijn verschenen. Eigenlijk 27 afleveringen leren waarnemen, denken over hoe je kijkt. Mieke Boon, hoe ben jij zo geboeid geraakt door dit thema? Je moet denk ik even van die microfoons. Ja, ik ben erg geboeid door de beelden waardoor ik kijk. Dat zijn echt de achtergrond. Dat ik op een gegeven moment achterkwam. Je kijkt vanuit perspectieven en kaders en die kunnen je vaak enorm in de weg zitten. En ik vind het interessant om die te onderzoeken. En dat was heel interessant om dat aan de hand van het kijken naar kunst verder te onderzoeken. En in je boek leg je eigenlijk 27 keer in een soort college aan Peter Henk Steenhuis uit hoe je moet kijken en hoe je moet denken over je eigen kijken. En hoe je daardoor dus ook een beetje moet denken over jezelf. Ja, maar dat gaat wel aan de hand van filosofen. Dus dat zijn steeds andere filosofen aan de hand waarvan je naar je eigen kijken. Denk je nu als je nu dus hier en daar in het museum loopt, dat je de mensen eruit kan pikken die jouw boek gelezen hebben, dat je denkt, verdomd, ik zie het, jij hebt het begrepen. Ja, maar ik sta daar langer dan 9 seconden. Erno Westens, democratie voor dieren, een theorie van rechtvaardigheid. Kom er maar niet aan. Wat je al heel lang bezighoudt, hè, waar je al heel lang heel veel mee hebt, dierenrechten. Het is ook hartstikke actueel. Het is altijd een vreemde zin, maar toch in de kern de boodschap die jij aan de lezers van je boek mee wil geven, maar ook aan de mensen die zich inzetten voor dierenrechten, dus aan de dierenactivisten. Nou, aan de dierenactivisten, de meesten zijn heel erg zuiver op de graad over zo, maar er is een heel klein groepje wat nog alles ontspoort. En ik heb geprobeerd die ideeën te analyseren van die mensen. Waar gaat dat nou mis? En ik probeer daar een alternatief tegenover te zetten. Van de actievoerder zijn met het wetboek, om het maar zo te zeggen. En juist het wetboek biedt een heleboel kansen voor dieren. En vooral als je het geneigd bent om te lezen in de geest van de wet, om maar zo te zeggen. En de geest van de wet zegt bijvoorbeeld dat je dat marteling fout is om maar iets te noemen. Nou, zo'n principe kan je ook best in dieren voor toepassen. En zo zijn er een heleboel principes die wij nu in onze mensenrechten hebben staan, die eigenlijk heel makkelijk verbreed kunnen worden naar door daar het woord dier in te vullen. Wat zeg je? Door daar het woord dier in te vullen, ja. Daar waar nu alleen maar mens en staat. En dan probeer ik vervolgens zo ver mogelijk in te gaan door te zeggen, wij moeten alle burgerrechten aan alle dieren geven en kijken vervolgens welke rechten ze weer moeten ontnemen. Dus laten we het nou eens omdraaien. Omdat er natuurlijk ook rechten zijn die voor een wezen eigenlijk zinloos zijn, stemmen. Precies. Maar het moet dus niet zo zijn dat een recht als een gift aan een dier wordt gegeven. Het is geen cadeautje. Een recht is een recht. Dus moet je eerst kijken. Eigenlijk zou je eerst moeten zeggen, allen die in Nederland zijn, worden in gelijk gevallen gelijk beoordeeld. Nou, ook dieren vallen onder dat allen. En vervolgens gaan we kijken, welke rechten zijn er eigenlijk niet van toepassing op die dieren, en dan sluit je ze uit. En dat draait helemaal licht niet om. Dat is echt wel een voorstel. Okay, dat is wat je ze mee wil geven, de mensen die jouw boek gaan lezen hebben misschien. Marnie Huijer en Rijnkan Mulder, opnieuw beginnen, metamorfose in het bestaan. Marnie. Waaruit is dit thema voortgekomen? Uit een dwingbaar verlangen in jezelf om opnieuw te beginnen? Of uit de vraag of het kan, of je überhaupt je vrij kan maken, aangezien we het over vrijheid hebben hier, van je verleden? Ja, dus eigenlijk van het laatste. Ik zag allerlei mensen om me heen die opnieuw begonnen met opleidingen, met relaties, met een nieuw werk, et cetera. En toen dacht ik, of ik heb daar een stuk voor geschreven voor Philosophy Magazine en vroeg me eigenlijk af van ja, het is nou een mooi ideaal en het is ook iets wat in onze tijd heel erg in is om opnieuw te beginnen. Maar wat houdt dat eigenlijk in? Kun je het verleden wel achterlaten en wat vraagt dat van je? En is die toekomst eigenlijk wel zo anders dan het heden of het verleden? En toen had ik er een stuk voor geschreven voor Philosophy Magazine. En ik roeide met Rijn-Jan en die zei tegen mij, oh, daar zit een mooi boek. Je roeide met Rijn-Jan? Ja, er zit een mooi boek. Ja, dat heeft niks met opnieuw beginnen te maken. Dus toen zijn we inderdaad samen een boek gaan schrijven over